Bicyclet. Toetertjes. Een paar oude ruïnes bij elkaar. Ja, Playa La Bota. Weerstrand. Weerstrand. Weerschelpenzoeken. Heb je het gemist? Ja, de zee is altijd wel leuk, hè? Wel fijn als je weer even een paar dagen geen zee gezien hebt gelopen of strand. Ja. Een poosje geleden alweer. Ja, nou, we gaan het zien. Ja, leuk. Heb jij dit wel eens gezien? Dat is wel apart. Ja. Wat is het? Ja, het ligt op dubbel, hè? Er zit nog een beestje in. Maar terug van een heerlijke wandeling. En een fijn terrasje. En een pasje nodig voor de deur. Wel veilig hier. Ja, zeker. Maar wij vinden die bomen altijd zo mooi, hè? Kijk. Die paddenstoelenbomen. Moet hier wel goed te been zijn. Ja. Nou ja, het zijn de enige trappen, toch? Ja, maar ja. Zie je. Dat waren de doucheruimtes, toilet. En kijk eens jongens, deze mensen, al deze mensen die zijn met een NKC geroepen, hè? Ja. Ja. Reis, moet ik het zeggen, NKC Reis. Ja, morgen gaan ze naar Sevilla. En Cora voelt zich al gelijk thuis. Er zijn een hoop dames die aan het haken zijn. Dat is echt patroon, ja. Deze en tekenen. Ja, goed. Ja. Ja. Wat een cactus hier, niet normaal. Maar we rijden richting de Huelva. Ja. Op een hoort zoiets ook weer? Via Verde. Maar ik ben benieuwd, we komen dadelijk door een natuurgebied. Met flamingo's en zo. Fietsen de banden? Anders, zeker. Ja. Maar ik vind met ja, ik moet zeggen, onverhard terrein, vind ik ze wel meer grip hebben. Zo. Je gaat er wat vloeiender overheen. Absoluut, absoluut. Het is minder zenuwachtig. Zeker. Op asfalt zoals nu, ja. Dan merk je gewoon dat het banden zijn die minder hard opgepompt zijn. Ja. Hè? Het scheelt 1 tot 1,5 bar minder druk in de banden. Maar waarom moet dat zo zacht dan? Ja. Ja, dat staat op die op de band zelf. Oké. Okay. Ik vind het wel zwaar fietsen nu, moet ik zeggen. Ja. Ja, weet je, hier in Spanje, waar je toch veelal op, ja, behalve hier dan, ja. Sofia Verde, fiets je toch op zand. Ja. Hier zie je best wel dichtbij, hè, die hoogspanningsmast met dat nest bovenin. Ja. Allemaal, hè, die hoogspanningstesten, overal waar je kijkt, op, alles in een nest gewoon. In elke mast zie je wel een ooievaarsnest. Echt, hè? Aan de zuidvlaktes van Spanje. Ja. Nou, ja. Bijna. Ja, maar je komt wel. Want dat heb je natuurlijk ergens anders. Maar hier heb je er ook een. Ja. Nou, nee. En een grote. Ja, en niet alleen daar, maar daar. Ook daar verder. Ja? Ja. Daarachter zie je ze ook.
Geen, wat zei je nou? Geen zandzakken voor de deur, zoutzakken voor de deur. Moet je kijken. Ja. Hier staat een hele grote telelens. En hier zou je dan reigers, lepelaars en flamingo's moeten zien. Nou, ik geloof er niks van. Nou, ik zie daar ook die witte daar. Wat is dat? Wat zijn... Dat is een pelikaan en een flamingo. Ja, zeker. Ja. Nee, geen pelikaan. Een lepelaar. Ja, dat is wel mooi fietsen zo, hè? Zo, echt geweldig dit. Tussen twee wateren en tussen de flamingo's. Echt bizar. Kijk eens hoeveel. Niet normaal, joh. Maar als je nou zoveel van die flamingo's hebt... Ja. Dan moet je hier toch ook heel veel voedsel hebben? Ja, garnalen. Ja. Zeker. Ja. Zeker weet je inderdaad. Voilà. Voilà. Inderdaad vriendelijk, hè? Heel vriendelijk. Echt, iedereen zegt al hallo, ja. Goedemorgen. Ja. Ja, fietsers. Wauw. Natuurreservaat. Waren we inmiddels wel achter. Ja, maar dat kan niet anders zijn dat het inderdaad zoutwater is. Als je hier naar kijkt, de wormpjes, de krabben, de kreeftjes. Ja, je ziet nu ook in welk waterniveau de dieren zeg maar hun voedsel zoeken. Peet? Ja? Kijk eens. Zijn we elkaar nou te filmen? Nee. Echt wel. Peetje gaat even proeven, even testen. Eww. Of het wel... Ik kan je garanderen dat het zout water is. Ja, het is zout. Maar dat, je twijfelde. Ja. Nou, nee, dat niet. Maar het zou ook nog brak kunnen zijn. Nou... Maar dit is gewoon ernstig zout. Je zit hier aan de zee. Ja, het is gewoon hartstikke zout. En dat betekent dat, dat als het vloed is, ja. Dat dit hier dan ook... Ja. En ze doen hier ook nog eens aan zoutwinning. Dus het is super zout, kan ik je eens vertellen. Oké. Okay. Ja. Nou, ik wilde gewoon een bevestiging. Oh, je bent ook... Hè? Ja, het was lekker. Zoutig? Ja. Je weet, ik hou van aromat. Daar gooi ik ook overal overheen. Ja, dus toetjes en al. Ja. Dus ja. Het is zout. Ja, echt hè. Alweer pauze? Nee. Wat dan? Gewoon even pauze. Niet alweer. Even wat eten en drinken. Het is 14:45. Oh. Ja. Hey, maar... Dus wij doen niet alleen maar terrasjes. Nee. Of eten alleen maar toetjes. Nou, bij gebrek aan een terrasje doen we dit. Oh. Nou. Heel wel verdiend hoor. Ja. Zelf gemacht? Gemaakt. Nou, weet je, je hebt best wel trek. Kijk, nu heb ik al een paar dingetjes. Ja, jij een appeltje voor mij? Nee hoor, lieve. Nee, ik ben lekker hoor. Ik gun het je van de harte. Hoi. Ja. Zijn die Spanjaarden van de camping? Oh ja. Die hond. Oh echt. Die jongen stel. Ja. En pa erbij. Opa. Ja. Zit, schoonvader. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, het is,
Ik had nog nooit van Punta Umbria gehoord. Waar heb je van gehoord? Punta Umbria. En dat is? Dat plaatsje waar we zitten. Ha, natuurlijk. Playa de la Bota. Ja, dat heet de camping in Punta Umbria. Oh. Jongens, we hebben denk ik 85 kilometer gefietst. Snot voor onze ogen. Verzuring in de kuiten. Dus we hebben nu even een energiereep nodig. Oh ja, een energiereep, dat bedoel ik. Ja, maar, dus dat doen we even. We hebben honderden flamingo's gezien. Ik zeg 120. Zo, heb je ze geteld? Nee, maar het waren er heel veel. Ja. Schildpadden hebben we gezien. Weet je die witte kraanvogels? Ik noem ze kraanvogels, jij noemt ze? Ibis. Ibissen. Waar is je telefoon? Zo kunnen we eens even googlen. Ja. Dat hebben we, dat zijn de dingen. Even een stukje energie. Nee, maar Peter, we eten dat bakje gewoon bijna op, hè? Ja. Ik zeg morgen weer. Noemen ze dat? Honger, stilte, maag? Ja, rauwe bonen maken honger zoet. Ik zeg vroege vogels. Oh. Maak nog geen ochtendzon. Wie twee keer klopt. Zo ken ik er nog wel een paar, Peter. Wie zijn billen brandt, mag van geluk spreken dat er niet andersom staat. Dat dus. Of wie één keer klopt, klopt geen twee keer. Ja. Een vroege zwaluw, ja, maakt nog geen zomer. Oh maar. Ja jongens. Maar ik bof, kijk eens. Ik schud ze gewoon uit mijn mouw. Ja. Zo. Ja. Als je denkt van joh, wat is de lawaai op de achtergrond? Nou, dat kent op, hè? Nou, we zitten langs de Rijksweg. Nou wel, mooi. Die bomen zijn prachtig mooi. Ja, het uitzicht is mooi. Boven die weg. Ja. Het fietspad vind ik, langs die Rijksweg vind ik eigenlijk niks aan. Nee, maar joh, helemaal goed. Ja. Ja. Een hoop gezien. Zeker. Nou, ik neem nog een klein stukje. Overigens is dit zo, dat is een groot stukje. Maar. Nu wel een lekkere lunch, hè? Van, we hebben het wel gemaakt zo. Havermout, pindakaas. 100% pindakaas. Appel. Twee bananen, appel, blauwe bessen. En dat even door elkaar hutselen. Allemaal fijn prakken. Ja. En dan eventjes een half uur in de oven. Ziet er ook fantastisch uit. Hè? Het is gewoon een energiereep. Het is hartstikke goed voor je. Gezond. Mm-hmm. Zo. Ik denk dat je dadelijk... Oh, dat fietspad vliegt. Wheelies. Een mandarijntje nog? Ja. Nou, ik vind het lekker, want je neemt een stukje. En dan denk je, ik neem nog een stukje. Ja, dat denk ik zeker. Zie je wel. Ik neem nog een stukje. Blij dat ik het meegenomen heb, hè? Ja. Want het smaakt wel naar meer. Zonder dat je er een beetje narig van wordt. Ja, maar hoe krijg je dat tot zo'n geheel, joh? Het is... Kneeën? Kneeën. Kijk, je moet het een beetje, inderdaad, een beetje kneden, dan wordt het één geheel. Ja, heb ik een stokje. Nee, gewoon kneden. Oké. Vamos. Ja. A la playa de la Bota. De la Bota. La Bota of de la Bota? Nee, neem je maar. Hebben we hier een vuilnisbak? Ja. Even netjes alles achterlaten. Ja. Hoppakee. Hoppakee.
Zo. Nou, dat was een leuke pitstop. Ja. En even lekker te eten. Maar eigenlijk was het een lunch, toch? Hoeveel, ja. Hoeveel accu heb jij nog? 1, 2, 3, 4 strepen. Oh. Kan die? Ja. Woensdag is wasdag, ja, of wasdag gehaktdag. Ja, ook. Ja? Maar het maakt niet uit wat voor dag het is. Het is wasdag. Ah. Nou. Het is vrolijk, hè? Het is feest. Het is echt alsof ik jarig ben. Het is een mooie dag om de schapenvachtjes even uit te borstelen. Ja. Je hebt ook wel eer van je werk. Ja. We hebben nog niet veel gedaan, hè? Pas de tweede keer. Ja. Maar ze worden weer als nieuw dan. Erg. Ja, warm in de winter, koel in de zomer. Dat is echt zo. Nou, dat is iets wat ik nooit wilde geloven. Ik denk, hoe kan dat? Maar om nou te zeggen, het is koeler in de zomer. Weet ik niet, maar het is absoluut niet plakkerig. Nee. Want hier zit zoveel ruimte tussen je huid en de stoel. Dus dat, en 's winters. Dat moet ik wel zeggen, dat is wel ideaal. Dat is echt, geeft dat een hele warme. Heel gevoel. Lekker warm. Maar laat ik even een ommezwaai. Ja. We staan wel op een heel mooi plekje. Nou, je moet er wel even door de was kijken. Maar oei. Ik weet niet of je de vogeltjes hoort, maar het is enorm veel vogeltjes. We staan hier twee nachtjes. Hé, hey, kom. En zie je hier eventjes nog. Ja. Kijk, het verschil. Want nu hebben we het voor de tweede keer gedaan. Ja. En dit is alweer, denk ik, een maand of 4, 5 geleden. Zeker. Ja, vorig jaar heeft het verplaatst gedaan. Ja, vorig jaar verplaatst gedaan. En dan, natuurlijk, dan zit je dat weer helemaal in. Ja. Zeg dat goed? Ja. Dan zit je weer in. Ja, je moet. Maar kijk, borstelen. Ja, het is wel heerlijk inderdaad. Potverdorie, ja. Het is, kijk, nog zachter dan Sinterklaas en Bart. Ja, ja. Maar Peet. Ja? Even vertellen over de camping, want dat was wel een heerlijk plekje. Want ik zei net, van we staan hier twee nachten en ik heb net twee nachten bijgeboekt. Het is hartstikke stil hier. Nou, nu. Ja. Toen aankwamen al, weet je, dat zei ik ook, de NKC-groep. Er stond er een NKC-groep. Is ook leuk. Eén nacht, die gingen gelijk allemaal weg de volgende dag. Maar oh, het is echt, je staat op zand, vinden wij niet erg. Beetje zanderig binnen, nou dan vegen we een keer extra. Maar dit is heel klein, dit is een hele grote camping van, hoeveel plaatsen hebben ze hier? 300? 300 plaatsen of zo. Het is echt gigagroot. En je zit op een klein terrein, dus heb je niet in de gaten. Echt op loopafstand van het strand. Ja, ik vind het echt een topplekje. Heel rustig, heel mooi. En helemaal gaaf. Oh, heel veel kruiken, joh. Zie je dat daar ook? Even een tijdje in gelegen. Een hartje, krijg jij voor mij? Hij is echt een hartje. Hij is leeg. Wat heb je allemaal gevonden? Het is echt niet normaal. Kijk nou.
daar zit je nou uit te hijgen. Om de dag, hè? Laat waren we nou gaan fietsen? 11:30 of zo. 11:30? 11:30. Ja. Nu is 5:00. 20 kilometer gefietst. Waarvan ik denk... De helft? Over strand? Nou, terug hebben we ook een zand. Was het ook zand? Ja, maar over strand ja, de helft, denk ja, ik. Meer dan de helft. En dan helft. Terug. Ja, ook over zo'n ook zandpad. Zandpad. Je moet even de schelpen filmen die we hebben gevonden. Want dat is abnormaal hier. Ja, de schelpen van Koortje. Vandaag gevonden. Ja, daar zitten wel mooie schelpen bij. En dan is goed rusten met een biertje en een shandy. Ja, shandy, ja. En natuurlijk, hey, een bakje olijven. Heerlijk! Maar ik ben zeer tevreden over de fietsbanden. Nou joh. Gisteren zei op een gegeven moment, nou, ik vind ze een beetje zacht op asfalt. Betaalde ze op 2 bar. Had ik ze opgepompt en nu op 3 bar. Ja, ik vind nog steeds dat zachte vind ik als je op zand fietst wel prettiger toch. Ja, dit vond ik toch wel een beetje meer glibber aan alle kanten. Maar het fietste echt fantastisch. Ja. We hebben heerlijk op het strand gelegen, gelunst op het strand. Ja, dat hebben ze ook allemaal kunnen zien hè. Maar even kijken, want weet je, zo over het strand fietsen, dat is leuk. Maar jongens, die fietsen zien weet je dan hoe je fiets eruit ziet? Weet je, en dat is uiteindelijk, is dat natuurlijk ook allemaal zand. Ja, zo'n zand. Zeewater. Maar zeewater. Dus dat gaan we er even afspoelen. Want dat is wel nodig. En alweer naar de beach. Ja. En ik zie hele grote golven. Zie je gek, dat? Hè? Maar je hebt hier toch helemaal geen wind, joh? Nee, maar toch het vloed. Oh. Ik zie, hoe heet ze iets zo? Zo'n bank. Ja. Een zandbank. Zandbank. En zo'n binnenmeer. Ja. Ho, jongens. Ik laat het even zien. Ja, verveelt nooit dit. Je zal waarschijnlijk niet zo goed kunnen zien. Nee, nou, ik laat het zo even van dichtbij zien. Ja. Jongens, we hebben 50 kilometer gefietst hier. Ja. Even 50 kilometer in 2 dagen. Ja, nou zullen er zijn die zeggen van... Dat is niks. Wat is dat nou? Nou, voor ons is dat veel. Heel veel. Nou, en ik wil niet veel zeggen, maar ik geloof dat er 30 kilometer door zand was. Dus dat is ook wel een verschil, hè? Hey, heb je daarvoor terug? Ja, precies. Nou, op naar de beach. Ja. Wat heb je nu weer gevonden? Ja, rommel op het strand, maar dat nemen we mee. Ja? Wat we vinden, rommel blikjes, neem ik mee. Nou, dat hoort zo. En dan gooi je het ergens anders weg. Ja, maar ja, in de plan. Ah, we waren verdwaald. We waren te ver gelopen. Ietsje maar. Ja. Naar onze eigen strandovergang, zeg maar, naar de camping. We waren veel verder gelopen. Slecht, hè? Ja, we wisten de weg niet meer. Nou, jongens, hey, geen navigatie bij je, geen telefoon. Niet weten waar je loopt. En toch is het fijn. Het is alleen maar goed voor ons en heerlijk. Dus hierbij verlaten we Spanje. Ja. Zonder al te dramatisch te doen. Morgen. Paella à la Peter? Ja. Nou, ook een klein beetje van Paul. Ja. Die heeft het voorbeeld gegeven. En ik denk dat we sowieso ons eigen draai gaan geven. Toppetjes erbij. Nou, laten we dadelijk het eindresultaat zien. En hoe gaan we dat eten? Nou, gewoon uit de pan. Brugeliaans. Ja, nou gewoon uit de pan. Maar het ziet er prachtig uit. Maar, kijk eens, hey, zo moet je kijken. Hey. Kijk eens. Mm,
Het blijft hangen, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Voor de eerste keer eigenlijk zo, hoor, gemaakt, hè? Eerste keer. Neem een hapje. En... Ik wilde dit doen. Maar het is natuurlijk niet. Oh. Warm? Warm? Heel warm? Au, van mijn hand ook nog in die pan. Is warm. Ja, is warm, ja. Pan is warm. Ja. Hij is knetterheet. Wat flauw. Ik zeg aromat. Garnalensnor. Garnalensnor. Nou, ga je peper en zout? Ja. Peper en zout? Ja. Dat heb ik er niet bij gedaan. Nee, dat doe ik eigenlijk niet met bouillon. Nee, hè? Maar het is wel een beetje flauw. Peper en zout, aromat. Ja. Beetje gevitten. Een beetje van Maggie, een beetje van mezelf. Ja. Verkitta. Je kan er opgooien wat je wil. Ik zeg, doet. Ja, jongens, hey. Dat kan overal op, hè? Zoals je inmiddels wel weet. Ja, hè? Een beetje voor de verkitta. De smaak versterken. Want misschien was het toch, had je toch misschien twee zakjes bouillon moeten nemen, inderdaad. Nou, dat zou kunnen. Het zijn best wel grote postjes, hè? Ja. Rijst is goed gaan. Zo. De spulletjes ook die erin zitten. Grote pan hoor, ik weet niet eens of het op kan dit. Dat gaat beter. Je moet met de aromat... Je vergeet daar erover gedaan. Ook goed. Ja, er mag nog wel een beetje bij je dan. Ja, er mag wel een beetje een smaakversterkertje in. Oh. Lekker. Is wel lekker peuzelen dit, zeg Peet. Jeetje. Jeetje. Nou jongens, wij gaan verder. Ja, proost. Ik zeg, eet smakelijk. Eet smakelijk. Proost. En de schelpjes, jongens. Ja. Heerlijk. Ja. Oh, ik vind het wel steeds worsteltjes lekker. Erin. Hoe meer hapjes ik neem, hoe lekkerder ik het vind eigenlijk. Ik vind de rijst dat ietsje meer gaardiger kunt, denk ik toch. Het deksel erop dat meer stoomt, ja. Dat het meer gaar geweest. Tenminste, meer gaar. Ja, meer gaar. Ja. Maar heerlijk, met die groente erin. En chorizo. Blijft je? Ja, absoluut. Absoluut. Nee. Lekker. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.